Hey mensen, tof dat jullie kijken naar een nieuwe video. Vandaag iets wat ik achter ben gekomen, tenminste achter ben gekomen, wat mij is verteld toen ik een zieke vis had zitten. Jasper, je moet ze in een zoutbadje doen. En ik dacht gelijk, zoutbadje, dat is... Ik heb zoetwatervissen, dat ga ik toch niet zoutbad gooien, dat kan alleen maar slecht. En toen zeiden ze van Jasper, dat doodt de bacteriën. En toen dacht ik van ja, zout kan wel agressief zijn en het kan bijten. Dus misschien zit er een kern van waarde. Dus ik ben er even ingedoken. En dit is eigenlijk wat ik tot nu toe heb gevonden. Maar ik ben eigenlijk benieuwd of het waarheid is wat ik heb gevonden. En of jullie zelf er ervaringen mee hebben. Hetgeen op secludekwekers.nl heb ik gevonden is dat zout niet zozeer de bacteriën doodt. Het zal namelijk veel eerder de vissen gaan doden als je een hoge concentratie zout gaat gebruiken dan de bacteriën. Want de bacteriën zijn veel toleranter voor. Wat het wel doet, zoetwatervissen een bepaalde zoutgehalte in hun cellen hebben zitten. Ik had hier even opgeschreven 0,6 tot 0,9% zout. Vind ik vrij veel. Ik keek er wel van op. En dat had ik niet verwacht. Maar dat is natuurlijk ook wel... eigenlijk zit overal in de natuur zit er wel zout in. Dus ik denk dat ze... De zouten halen ze voornamelijk nu uit hun voedsel, denk ik. Wat dus het grappige is van het zoutgehalte in een vis, is dat het zoutgehalte in een vis dus hoger is dan het zoutgehalte in het water. Wat daarmee gezegd wordt, is eigenlijk dat het systeem van de vis streeft dus naar een evenwichtige balans tussen het zoutgehalte in het water en in de vis. En daardoor zal proberen de zouten het lichaam van de vis te verlaten, terwijl het water daar probeer terug door te drinken. En daarbij is het zo dat het voor vissen makkelijker is om de zouten, of het water toe te laten in de vis. Dan de zouten uit de vis te halen. Ja, omdat het systeem van de vis dus probeert een evenwichtige balans te krijgen. Is het voor de vis best wel stressvol om het zoutniveau uit de vis te halen. Ik kan het hier nog mee snappen. Maar het is eigenlijk zo dat water zit 0,1% zout, geen idee, dat is een voorbeeldje. En in de vis 0,4. En het lichaam van de vis probeert eigenlijk te zorgen dat daartussen een balans zit. Dus eigenlijk is het goed dat er zout in de vis zit, want dat heeft de vis nodig. Maar tegelijkertijd wordt het er ook weer uitgetrokken door het water dat in de vis wordt opgenomen. Want de vis laat namelijk makkelijker water toe dan dat het water verlaat. En daardoor is het goed om zout een zoutbad te geven aan je vissen. Daarmee ontstress je de vis eigenlijk, want de vis is namelijk heel hard bezig om het zout eruit te halen, maar dat lukt niet omdat het water geen zout bevat en dat wordt alleen maar toegetreden. En dat schijnt dus goed te zijn voor de vis. Nu heb ik wel even gezocht ook, hoeveel zout dat, want er zijn echt heel veel verschillende verhalen op het internet. En het is zo dat je eigenlijk per 100 liter water 200 gram zout nodig hebt. Vind ik dus superveel, en dat staat ook in het artikel verderop. Als je zout gaat toevoegen, doe het wel geleidelijk. Doe niet gelijk die 200 gram. Bouw het eerst op met 100 gram op 100 liter. Ja, en dat schijnt dan goed te zijn. Dus kort conclusie, wat ik gevonden heb, is dat zout geen medicijn is. Maar meer een hulpmiddel voor de vissen om energie over te houden om de ziektekiemen te kunnen bestrijden. Dus eigenlijk laat je de vis meer ontspannen, zodat hij zijn energie aan het bestrijden kan overlaten. Welk zout moet je dan gebruiken? Daar zijn ook heel veel verschillende verhalen over. Maar dit artikel zegt, joh, het is niet verstandig om zout met jodium toe te voegen, omdat jodium irriterend is voor de ogen van de vissen en de slijmvliezen. En we weten allemaal inmiddels, tenminste ben ik ook achter sinds een half jaar, dat slijm van de vis echt het meest waardevol is voor de vis om te hebben. Daarom moet je ook nooit vis een beetje handen pakken, want dan gaat het slijmvliezen stuk van of hele ruwe netjes of droge netten. Dat is allemaal echt niet goed. Maar het allerbeste zout dat je eigenlijk kan gaan gebruiken is zeker zeezout. Want dat is het meest natuurlijke of anders keukenzout, maar zonder jodium. Ja, ik ben eigenlijk erg benieuwd of jullie zelf al wel eens een zoutbad hebben gegeven aan jullie vissen. En hoe dat is ervaren. Is de vis er echt beter door geworden of juist niet? Weet je, ja. Ik kan me voorstellen dat het ook bij mensen mislukt is. Ik ben hier niet zozeer om te oordelen, maar ik ben gewoon meer benieuwd naar jullie ervaringen. Dus laat me dat even weten in de comments. Vond je dat een leuk filmpje? Vergeet niet duimpje omhoog te doen en te abonneren. En tot de volgende. Joep!